Goedendag allemaal. Deze week mooi nieuw seizoens hartfruit. En ik ga u straks vertellen hoeveel kilo we ernaast zaten voor de grootste pompoen ter wereld. De koolblaadjes van Frank Radder zijn elk jaar een groot succes. Er zijn verschillende kleuren en verschillende structuren. De smaak is heel licht koolachtig, kan heel goed rauw gegeten worden. Het seizoen van verse krosnen, ook wel Japanse andoorn genoemd, loopt van oktober tot en met februari-maart. Krosnen wordt geteeld in het zuiden van België en natuurlijk in Frankrijk. De smaak is licht aardappelachtig, een mooie crispy groente, zeker om te gebruiken voor de komende maanden. Ook in een overvloedige markt van het hartfruit, appel en peren, willen we toch heel graag bijzonder zijn. De Rembrandtappel is geen bewaarappel, echt een seizoensappel, mooi friszuur van smaak. Niet alle appelen en peren in de wereld zijn per se geel of witvlezig. Dat zien we aan de karmozijn en straks ook aan de Red Love appelen. De karmozijnpeer is heel mooi rood van binnen, gemarmerd, van origine een stoofpeer, maar als carpaccio rauw met een mooie dressing is ook echt fantastisch. De eerste Hollandse Red Love appelen van het seizoen hebben we beschikbaar vanaf morgen, zaterdag. Het is een mooie roodvlezig appel, fris zuur, ook al is die rijp. Vanaf morgen, zoals ik u zei, beschikbaar. Deze Jack B. Little pompoen weegt 40 gram. De grootste ter wereld weegt 1190 kilo. 1190 kilo, die hebben we voor u niet op voorraad, maar wel alle andere soorten, zodat de juiste smaak en de juiste kleur ook voor u beschikbaar is. Het seizoen van zuurkool is in volle gang. Zoals u elk jaar van ons gewend bent, hebben we echte originele Elzas-zuurkool. Hoe mooi kan het zijn, een Elzasse schotel met echte originele zuurkool. We hebben zuurkool uit de Elzas, hebben we rauw. We hebben ze ook gegaard. Gegaard allemaal met reuzel. We hebben bijvoorbeeld de traditioneel is met wijn. De brasserie is onder andere met spekjes. En heel bijzonder, de Alsacienne is met ganzenvet en jeneverbesjes. Echt fantastische producten.